Hallo iedereen, welkom bij weer een nieuwe vlog. Vandaag is een heel exciting vlog. Ik ben zo super blij. Ik heb voor een maand een nieuwe auto. Jullie weten, als je mij al even volgt, dat ik met het autootje van mijn oma rondrijd. Mijn oma is gestorven en haar autootje stond daar, dus ik heb dat momenteel om mee te rijden omdat mijn Ford Kuga kapot was gegaan. En dat autootje moet eigenlijk nu ook binnen, want er is iets met die temperatuur. Ik weet niet juist. Niels weet wat het allemaal is, maar ik weet het niet juist. En daarmee hebben de mensen van Starsky, ik weet eigenlijk niet hoe ik het moet zeggen. Ik denk Starsky. Alleszins, ja. Hadden mij een berichtje gestuurd op Instagram. Als ik voor een maand met een auto van hun wil rijden. Super, super fijn. Het is echt zo'n fancy auto. Dat is een Mercedes-Benz. En ik ben ook zelf aan het kijken voor een nieuwe auto. Op mijn zaak. Dus dat is wel super tof dat ik nu met deze auto kan rijden, want dan kan ik die ook eens testen. Het is een automatiek. Super mooi, alles erop en eraan. Dus ik ben echt super blij ermee dat ik dit mag doen. Ik zit er nu in. Ik sta trouwens stil, maar ik ga mijn omgeving niet te veel filmen. Want dan zien jullie te goed waar ik woon. Ik zal hem eens starten. En dan zie je ook het scherm en zo. Dat is echt zo'n mooie auto. Echt heel mooi. Oh, de afwerking. Oké. Ik had mijn volume van mijn gsm al hoog gezet. Ook de afwerking is echt zo mooi en sportief. I love it. Ik heb trouwens hier twee cola's staan. Dat ik nu eerst naar mijn ouders ga rijden. En dan ga ik naar Westerlo rijden. Niels heeft vandaag zijn eerste afspraak voor zijn tweede arm te tatoeëren bij Lamai. Tattoo Lamai, dat is een hele goede vriend van Niels. Een van de beste vrienden. Niels gaat dus aan zijn tweede arm beginnen. Vandaag is deel 1 en ik had gezegd dat ik even langskwam om hem te steunen en om te kijken. Ik denk dat ze vandaag het hoofd van Jack Sparrow gaan doen. Als ze dat afkrijgen vandaag, dat weet ik niet. Maar we zullen zien. Ik ga jullie alles eens meenemen en het laten zien. Maar eerst ga ik naar mijn ouders. Mijn mama weet dat ik deze auto voor een maand kreeg. Maar mijn papa niet. Dus die gaat wel surprised zijn, denk ik. Want die waren trouwens in Italië en die zijn deze morgen teruggekomen. Dus ja, ik ben benieuwd wat papa gaat zeggen. En kijk waar ik nu ben. Hey. We zijn bij Lamai. Niels ligt hier wel even. Hoe lang zijn ze al bezig nu? Ja, het valt nog mee, niet? Hoe lang? 2 uur. Ja, toch al? Ja. Amai, dat ding maakt weinig lawaai wel, hè? Hoe komt dat? Amai. Als ze jouw machine zijn zeker. Ja, dat is dus Lamai zijn tattoo shop. Dus als jullie graag ook een tattoo willen, Tattoo Lamai. In Westerlo, maar Anke zit hier ook, hè? Ja, zij. Ja, ja, die zit daar. En die doet zo fijn werkjes en kleinere dingetjes. En Lamai doet alleen grote dingen, realisme zeker ook. En zo van die toestanden. Yes. Oké, het is ondertussen. Hoe laat is het eigenlijk? 9 uur. En Niels is thuis van zijn dagsessie, tattoo-sessie. Stik kapot. Maar dat vraagt ook wel echt extreem veel om zo'n hele dag getatoeëerd te worden. Maar het resultaat mag er zijn, hè? Allee, mag er zijn, zeker. Ik heb krakmessieus gemaakt en iced tea voor meneer. Ja, nu zie je het natuurlijk niet goed met het plastic. Amai, dat gloeit echt zo hard. Dat is echt niet normaal hoe warm dat is.
Je ziet het niet zo goed nu met de plastic hier. Maar het is echt super mooi. En hier ook super gedetailleerd. Het is echt heel mooi. Dat gaat echt zo mooi zijn. Yes. Het begin van de tweede arm. Hè? Oh, en ik heb nog veel plaatsen. Ja, en wanneer is de volgende afspraak? Goh, dat is een goede vraag. Dat is nog wel even zo. Eind september of zo, niet? Denk ik. Moet ik eens zien. Zaterdag, hè? Ja. September, hè? Oh, oké. Oktober. Ah, oké. Okay. 31 oktober. Oh, dus er zit echt 2 maanden tussen. Maar dat is lang. Ja, maar die moest veel bijwerken hakken met die corona, hè. Ja, zo, ja, op zondag en zo. Dat is, Oké. Oké, maar de arm in progress. Arm 2. Dat kan nog wel een jaar duren, hè, dat die goed is. Mm-hmm. Maar goed gedaan, babe. Ik ben 4. Echt de hele dag. Maar ik kan het me echt niet voorstellen. Deze op mijn pols, die was 2,5 uur. Dus echt wel best savan. Dat is veel zo fate. Een december derde keer. Ah, december, oké. Veel ook zo van die fate stukjes. Dus dat deed ook echt niet zo veel pijn, maar toen heb ik al echt afgezien. Ik was daarna echt stik kapot, na die van 2,5 uur. Was ik al echt moe, dus ik kan niet voorstellen hoe dat jij voelt. En ik ben trouwens wel al aan het wennen aan mijn pols. Ja, de rest. Deze is ook wel nog wel wennen, maar de rest zijn heel klein, dus dat valt niet zo op. Maar mijn pols is wel goed aan het wennen. Alleen, ik heb hem vandaag niet goed ingesmeerd en het is een hele dikke korst. Maar ja. Een speciale tattoozaal in plaats van pepantijn. Ah ja, maar ja, gebruikt jij dan maar? Nee, pak dan maar ook. Ik ben nu toch pepantijn aan het gebruiken, dat is toch niet zoveel? Ik weet niet wat dat er is, maar dat is van balmtattoo. Dat is een paar merken. Oh, ça va. Een tube. Het lijkt zo wel dik. Precies. Kijk, ik ga het proberen. Goedenavond. Ondertussen, het is de volgende dag. En Thalisa had vandaag een klein katertje. Dus ik heb echt geen hol gedaan vandaag. Niks. Ik heb me net gedoucht. Dat is het enige. En Niels is deze middag bij mijn ouders gaan eten en voetbal gaan kijken. Zonder mij. Maar wel leuk natuurlijk. Dat kan en dat Niels, zowel Niels als mijn ouders zo op hun gemak zijn bij elkaar. Dus dat vind ik wel fijn. En Niels zijn tattoo, de plastic is eraf. Er zit wel heel veel zalf op. Dus ik zal het eens laten zien. Kijk, ik weet niet of het duidelijk genoeg is, want het is hier wel redelijk donker. En zoals je kunt zien, is er best wel veel zalf op en is het heel vettig. Dat ziet er wel echt super chic uit. Ah, beter. Dat is echt super vet. Dat is heel cool. Hoe is het met de pijn? Goed. Ja? Vervelend wel, want ja, dat is zo vettig. Ja. Dus Niels, als die ergens tegenkomt of zo, hangt alles vol met zalf. Dat is wel, ja. Het is echt ja, zo handig liggen. Je kunt er plastic op doen, maar dat geneest hem in de Nee, snel. Inderdaad. En je moet daar morgen op het werk al plastic op doen, hè. Dus laten we het zo. We hebben trouwens dingen besteld. Pizza. We hebben om 6:15 besteld en het is nu 8:15. En die zou er zo aankomen. Dus het heeft wel heel lang geduurd en ik heb honger. We hebben ondertussen al chips gegeten. Maar de pizza zal er zo wel zijn, hopelijk. Joi, onze pizza's zijn er. Echt, hoe lang hebben we gewacht? Twee uur later. 2 uur later. We hebben 6:15 besteld en het is nu 18:20. Dus eindelijk, hè. En we gaan Lucifer kijken. Oh. Woehoe! En voordat ik mijn pizza ga eten, ga ik hier ook de vlog afsluiten. Hopelijk vonden jullie het leuk om Niels zijn tattoo-avontuur te zien en mijn auto. En dan zien we jullie volgende keer weer. Doei!